Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 11 maart. Het is ook vandaag weer een vrij onstuimige dag. Met name in het noorden van het land waait het fors en vallen er diverse buien. Maar ook in het midden en zuiden van het land vallen zo af en toe Maartse buien vanochtend. Bijvoorbeeld vielen er een aantal buien in het zuiden van Limburg. En daar werd het gewoon helemaal wit. Vanavond en vannacht is het tijdelijk wat rustiger als een uitloper van een hoge drukgebied over Nederland trekt. Maar morgen krijgen we weer te maken met veel bewolking en af en toe regen. En met name in de avond dan gaat het zevig regenen als een koufront gaat passeren. En ja, nogmaals, dan kan het dus echt flink regenen. In korte tijd kan er veel water vallen en ook is er weer kans op zware windstoten. En daarna zijn we nog steeds niet van het wisselvallige weer af. Want u ziet nu de kaart van woensdagnacht voorstaan. Dan zien we een strakke westelijke stroming. Het front ligt inmiddels boven Duitsland, maar boven Groot-Brittannië alweer nieuwe buiengebieden onze kant op. En dat betekent dat het ook weer woensdag zeer onbestendig weer zal zijn met diverse buien. Op de radar zien we momenteel ook wat buien. Die trekken allemaal van noordwest naar zuidoost. De meeste buien, zoals gezegd, in het noordelijk deel van het land inmiddels. In het zuidwesten van het land, daar blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Dat ligt een beetje in de luwte van Groot-Brittannië. En het is dus ook nog steeds vrij onstuimig weer. Met name in het noorden van het land waait het flink. Op dit moment windstoten zo tussen de 80 en de 100 km per uur. En op Vlieland en ook op de Schelling werd zelfs enige tijd stormkracht gemeten. zojuist. Nou, die wind die gaat dus wel vanavond afnemen. Op het moment dat die uitloper van dat hoge drukgebied vanuit het westen binnenkomt. Schuiven. En dat betekent ook dat het vanavond vrijwel droog zal zijn. En dat, ja, zoals gezegd, die wind wat afneemt. Die wordt overwegend matig. De temperatuur die daalt naar zo'n 3 tot 6 graden. Misschien aan het begin van de nacht dat de temperatuur in het oosten zelfs nog even tot nabij het vriespunt kan. Dalen als er brede opklaringen zijn. Maar later in de nacht neemt vanuit het zuiden de bewolking weer toe. En dan volgt er weer af en toe regen. In de ochtend met name valt er af en toe regen. En in de middag is het dan overwegend droog. En morgenavond dan passeert dat front. En dan gaat het hard regenen. En ook weer stevig waaien. Overdag trouwens staat er ook een stevige wind uit zuidelijke richtingen. Vrij krachtig bovenland tot krachtig. En aan zee kan het zelfs hard tot stormachtig waaien. Opnieuw onstuimig weer dus. Ja, de dagen na woensdag ik gaf het al aan, dan vallen er ook weer een aantal stevige buien bij temperaturen tussen de 7 en de 9 graden. Donderdag wordt het ook weer kleddernat met veel regen en temperaturen rond de 9 graden. En ook vrijdag is het nog steeds wisselvallig. Waarschijnlijk ook nog in het weekend echt wisselvallig weer. Maar volgende week zien we wat signalen in de lange termijn modellen. En die signalen die laten een wat rustiger weerbeeld zien, met meer zon en ook droger. En dan gaat de temperatuur geleidelijk aan weer wat omhoog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.